Op speeldag 2 van de play-offs kijken we of Synergie Oudenaarde de volle buit kan pakken in Erwetinchem en een stap dichter bij de titel komt. In dit duel zorgt Van Holland voor een eerste prikje. En ook Fouquet probeert Joie te verrassen zonder succes. Oudenaarde forceert snel een eerste schepcorner en daar weet Berwoud Swaraat mee 0-1. In het begin van de tweede periode loopt Oudenaarde verder uit. Pauls blokt een schot van Knipping en maakt het ook af 0-2. 1 minuut later lijkt de 0-3 in de maak. Pauls gaat op doel af, maar de voorzet naar Brouwers is nietje dat wegkans. En de tegenstoot levert een kans op voor Erwetinchem. Van Holland trekt op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Joie zit er goed tussen. Joie laat dan zien waarom hij een sleutelpion is voor Oudenaarde. Dit schot van Fouquet maakt hij onschadelijk en ook bij deze vrije trap van Ulens geeft hij geen krimp. Oudenaarde rekent op de flitsen van Berwouds om het verschil te maken. Dit is alvast een verdienstelijke poging. De 0-3 komt er dan toch via Berwouds. Knipping gaat aan het knoeien en Lorenzo neemt het geschenk in dank aan 0-3. Op slag van rust mildert Ulens dan tot 1-3. De bezoekers nemen in de derde periode de beste start. Een schot van Van Petegem is ijzona goed voor de 1-4. Het is maar uitstel. De volgende aanval van Oudenaarde is er één uit het boekje. Van Pauls naar Berwouds en die naar Van Petegem 1-4. Toch laat Erwetinchem bij momenten zien dat het niet toevallig lange tijd de leider was in deze competitie. Fouquet zet Ulens op weg naar de 2-4. Erwetinchem heeft het moeilijk met het lage blok van Oudenaarde. En dat Oudenaarde geeft weinig weg. En vaak is Joie de redder in nood. Zowel Van Holland als Ulens vinden die Joie op hun weg. Dat is iets ook dat hij zelf aangeeft aan ons. Ik zal het shot wel pakken en we hebben het vol vertrouwen dat hij dat ook gaat doen. Dus ja, als je geen goede keeper hebt, kunnen we inderdaad dit spel niet spelen. Maar goed, we hebben het vol vertrouwen in onze keeper en dan kan je dat doen. Het is een van zijn sterkjes op de lijn naast zijn shot. Dus, ja. Via een schepcorner van Berwouds loopt Oudenaarde dan uit tot 2-5. En dat Oudenaarde krijgt de kans om Erwetinchem uit te tellen. Berwouds benut zijn snelheid, maar Knipping houdt zijn ploeg overeind. Erwetinchem probeert er toch nog een wedstrijd van te maken. Het voetbalt aardig mee. Enkel de afwerking is niet top. En ook de volgende fase is wat illustratief. Creatief is het allemaal wel, maar het levert niks op. Aan de overkant is Oudenaarde een stuk efficiënter. Een afgeweken voorzet komt voor de slof van Berwouds en die fusilleert Knipping 2-6. Oudenaarde weet wel blijf met de hoge druk van Erwetinchem. Berwouds krijgt de kans op een nog duidelijker verdikt, maar Knipping stopt hem af. De zege van Oudenaarde komt niet in gevaar. 2-6 is de eindstand. Een gelijkspel of winst tegen Drongen is goed voor de titel. Ik veronderstel dat we terug vanuit de organisatie gaan proberen het verschil te maken. Maar ja, het zal op details aankomen en het gaan twee sterke ploegen. Ik denk dat de twee sterkste ploegen misschien wel tegen elkaar zijn. Dus dat zal een mooie wedstrijd worden. Een mooie afsluiter van het seizoen, denk ik. Ja. De dubbel pakken? Dat is het doel dit jaar. Ja, het zou mijn eerste prijs zijn, dus dat zou leuk zijn. Voor de andere jongens niet, maar het is ook al even geleden. Dus ze zijn ook wel gebrand om nog een keer de dubbel te pakken. En feestje is altijd goed natuurlijk. Ja.